Is er zoveel gebeurd? Holy. Dan snap ik wel dat ik zo'n last heb van mijn longen. De lucht, alles zou wel anders zijn. Ik moet echt iemand vinden. Ik heb te veel vragen. Ik wist eigenlijk niet waar ik naartoe moest. Ik ben toch maar op zoek gegaan naar de verschillende landen in de Netherlands SNP. Ik kon niemand vinden. Totdat. Is hier iemand? Oh nee, ik blijf maar bloedhoesten. Is hier een dokter aanwezig? Is iemand hier die me kan helpen? Ik denk het niet. Waarom zijn alle steden leeg? Ik moet toch echt mensen gaan vinden, want... Dit gaat niet goed zo. Ik voel me steeds slechter. Oké, ik ga toch maar op zoek. Noorwegen. Oh! Hallo? Hallo. Jij bent een onbekend gezicht voor mij. Ik ben ook nog maar net ontwaakt. Je klinkt zenuwachtig. Heb je iets te verbergen? Ben je vooral bij een dokter geweest? Nee, ik was op zoek naar een dokter, dus ik ben eigenlijk aan het rondlopen en op zoek naar een dokter, maar kan jij me helpen? Ja, ik kan je helpen. Ik ken natuurlijk de beste dokter van de wereld, dus het komt helemaal goed. Hey, maar wie ben je, joh? Ik heb je nog nooit gezien hier. Ja, ik ben Ixion. Ik ben er dus net achter gekomen dat ik al 1000 jaar lang vast zat. 1000 jaar lang vast zat? Ja. Ik poets het even op hier, hoor. Maar ja. Oh, dankjewel. 1000 jaar, waar zat je 1000 jaar vast? Ik zat vast in een soort laboratorium in een silo. Mijn familie heeft me daar ingestopt. Kan je me laten zien? Nee. Waarom niet? Ik ben op zoek gegaan naar alles en iedereen en ik ben eigenlijk kwijtgeraakt waar dat laboratorium is. Oké. Zou je even met me mee willen lopen naar mijn huis? Ja, is goed. Dan kan ik even kijken of de dokter daarheen kan komen. Maar wat is je naam? Ixion. Ixion. Interessante naam. En zo gingen Honky en ik samen naar België, waar hij mij België liet zien en mij goed hielp. Hij had me onderzocht en kwam erachter dat er wel wat mis was. Hij probeerde het voor nu op te lossen met een zuurstofmasker. Oh ja. Hoe voelt dit? Ja, dit is wel fijn. Ik had nog veel vragen over het leven van nu. Wat doen mensen? Dansen ze? Wat eten ze? Honky beantwoordde al mijn vragen en hij hielp me goed. Maar het ging nog steeds niet helemaal goed met me. Dus de dokter kwam. En de echte test, die begon. Dokter Kenzie, we hebben een noodgeval. Kijk, het berichtje, we zijn zo snel mogelijk gekomen, mijn assistent. Oh, waar is ze? Ik ben verpleging in opleiding. Oké, kom hier mee. Ik heb deze jongen gevonden en hij blijft maar bloed hoesten. Oh mijn god, kijk dit. Meneer, kunt u me horen? Ja. Oké, wat is uw naam? Ixion. Ixion. Kijkt hij al de hele tijd zo uit zijn ogen, Honky? Hij kijkt de hele tijd uit zijn ogen en hij had last van zijn longen, dus ik heb hem een zuurstofmasker gegeven. Heeft hij nou op? Kun jij het lampje even volgen met je ogen? Ja. Kan. Beetje trager. Ho. Oké, stop. Oké, nog een keer. We gaan nu de andere kant op. Kijken. Kun je dit zien? Oké. Blijf hem volgen. Dit is helemaal niet goed. Dit is heel erg langzaam. Oké.
Oké, meneer, het lijkt niet alsof u een temperatuur een verhoging heeft. Heeft u onlangs een klap op uw hoofd gehad? Nee. Weet u dat heel zeker? Zou u het zuurstofmasker heel even willen verwijderen? Oké. Oh. Je hoeft hem niet weg te gooien, nee. Als u bloed bent aan het hoesten, moet ik heel even ook met het lampje naar binnen schijnen. Ja. Zeg eens heel lang A. Lampje naar binnen. Langer. Harder. Oké, stop het. Niet jij. Meneer, zeg maar. Het lampje moet even kijken. Ja, ga door. Harder. Wie zit er op de type? Jezus. Hoeveel bloed heeft hij nog? Is hij niet ondertussen bijna op dat bloed? Ik denk eerder dat dit een patiënt van Malino is. Hé, wacht, ik ben er nog psycholoog in opleiding. Nee, ik geloof er helemaal niks van. Jawel, ik doe twee opleidingen tegelijk, zo slim ben ik. Oké, we moeten hem naar de operatiekamer brengen. We moeten hem echt in een hele bad... Okay. We moeten hem in een hele bad leggen. Dus, kan dat nou in Nieuw-Rusland? Of is dat, ja, het ziekenhuis is het ziekenhuis is helemaal af. Het ligt op een ander gedeelte. Oké, meneer, top. We moeten u zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen. Eerst... Naar het ziekenhuis! Ziekenhuis. Ja, we gaan hem gelijk even behandelen. Hey, Zwitserland. Oh ja, ik zag een grote plus. Nee, dit is een rood kruis. Komt u binnen? Oké. Gaat u maar liggen. Zo, goed zo. Oké, ik ga heel even het volgende proberen. Ik word een beetje licht in mijn hoofd. Dat is natuurlijk niet Hoort goed. Hoort erbij. Oh, wat? Nee, dat is niet goed. Oké. Okay. Noxie, zou jij even hier bij de laptop de patiënt zijn vitale in de gaten kunnen houden? Bij de laptop, ja, goed zo. Oké, we gaan heel even kijken. Kun je nog een keer A zeggen? Ik viel weg en kan me niet zo goed meer herinneren wat er allemaal gebeurde. Ik ben verdoofd en voelde verder niet zoveel van de operatie. Volgens mij verliep het goed, want ik voelde me beter. Maar ik moest nog wel even uitrusten. Oké, meneer, we gaan u heel even in het helend water leggen. Waar u heel even kunt bijkomen. Heel even deze kant. Deze kant op. Ik ga heel even hier in dit helend bad zitten. En ondertussen gaan we je zorgen dat er nog wat pijnstillers komen. Kom toch maar even naar ze toe. Superleuk vinden. Dus we gaan hem... Oh, daar is hij. Meneer, hoe voelde je? Nou, komen klachten tegen jou en Nino. Beter. Mm-hmm. Beter. Stuur me naar de link. Voel je nog de neiging om bloed te hoesten? Nee. Nee, dat is wel weg. Hij was dus... Hij voelde zich niet zo goed. In ja, de schuldoos. Hij hoest bloed. Nee. Dit ging om zijn gevoel. Ho, even. Oh, zijn gevoel. Oh, mijn excuses. Zijn gevoel ging niet zo goed. Waarom? Omdat hij 1000 jaar... Wat was het ook weer? Ik heb 1000 jaar vastgezeten. Hij heeft 1000 jaar vastgezeten. Maar was je daar bewust? Zat je daar in vast? Of sliep je? Ik sliep. Hoe ben je wakker geworden? Ik denk dat het wat te maken had met de computers. De computers in ons laboratorium, die zullen wel iets moeten hebben... opgepikt. Jullie hadden computers 1000 jaar geleden? Oh, ja, ze hadden ook pillen die ze in de magnetron duwden, zei hij. Hoe? Hè? Heb jij misschien met Benny Barkey of Robbie gemaakt? Ja, heb je ooit een groen mannetje gezien? Een soort Teletubby, dat de groene. Of een of andere metalen persoon? Een metalen persoon? Een metaal lopend ding. Weet je wel, een robot waar je net over had. Oh, hij had het er net over. Ja, die hadden we vroeger inderdaad. Oh. Misschien weet Robbie er meer van. Zijn er nu robots? Er is één robot die wat rondloopt. Hele vriendelijke. Wow, maar wat ben jij eigenlijk? Ik denk dat ik een beetje verminkt ben door het water waar ik 1000 jaar lang in heb gezeten. Ze hebben me goed geholpen en ik voelde me al een stuk beter. Ze kregen ook wat meer informatie over mij, over hoe ik leefde. Toen liet Noxie mij de rest van Nieuw-Rusland zien. En ze leerde me nog wat nieuwe dingen. Maar de reis is nog lang niet klaar. Ik heb nog zoveel vragen, ik moet nog zoveel dingen weten.
Misschien heeft dit me wel geholpen. Ik ga in ieder geval mijn reis hervatten. Ik zou zeggen, veel sterkte. Mocht je een terugval hebben, weet je Nieuw-Rusland en het ziekenhuis te vinden. Ja, dankjewel, dokter. Dankjewel. Graag gedaan. In de volgende aflevering van het verhaal van Ixion. Niet mij. Ik ben geen pingwin. 4 4 C 4 4 C 4 4 C 4 4 C 4 4 C 4 4 C 4 4 Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Als u hier naar rechts kijkt, ziet u links niks. Haha, oké. Was dat een grapje? Ja, daar moet je om lachen. Oh. Dus...